الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه الشرفى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك المحامد كلها ملء السماوات والأرض وما فيهن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. Beste broeders en zusters, als je kijkt om je heen, als je nieuws volgt, als je op televisie ziet wat er gebeurt in de hele wereld en ook wat gebeurt in Nederland, in Europa, dan merk je iets. Dat er iets onderweg is. En dat iets onderweg, en dat is de beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de test die wij moeten meemaken. En dat is de ibtila of de fitan die wij zullen meemaken. Waarom zeg ik, wij zullen het meemaken? Het is bijna zeker, ik zou zeggen, het is gewoon zeker dat wij moeilijke tijden tegemoet komen. Hoe weet jij dat? Dat is omdat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran heeft gezegd: A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten als zij zeggen: wij zijn gelovig nu. Wij geloven nu. Wij hebben positie bij Allah dat wij mu'minin zijn en dat zij niet beproefd worden? Dat is sunnatullahi fil ard. Sunnatullahi fil ard, dat Allah de mensen voor ons heeft beproefd. De mensen voor ons, profeten, vrome mensen, Sayyidina Muhammad, de sahaba, tabi'in. En iedereen die op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala bezig is, die moet beproefd worden. Waarom moet hij beproefd worden? Zodat hij zijn kwaliteiten laat zien. Jij wordt straks beproefd om te laten zien wat voor kwaliteit jij hebt. Wij weten dat het woord fitne wordt gebruikt in het Arabisch ook met fitne doet dhahab. Dus dat je fitne doet bij goud. Hoe doe je dat? Je moet goud verhitten, dat die gaat smelten en dan komt scheiding tussen die hoge materiaal, een hoge goud die duur is en dan die andere materiaal die gaat opzij. Dan blijft een zuiver goud. En om Allah subhanahu wa ta'ala om jou te zuiveren, moet jij fitan meemaken. Je moet jouw kwaliteiten laten zien. En als jij geen examen gaat afleggen, je gaat mashallah, je gaat leren bij een rijschool, de beste rijschool, waar ze hele hoge slagingspercentage hebben, en je gaat daar leren, en daarna heb je 50 lessen genomen, en klaar, ga je in de auto stappen. Nee, wacht. Je moet eerst examen gaan doen. En die examen ga je zweten, je gaat trillen. Ja, je wordt zenuwachtig. Ja, je moet het meemaken. Waarom? Zodat je uiteindelijk jouw rijbewijs haalt. En dat is ook wat jij doet. Jouw rijbewijs of jouw sleutel van jouw plek in de agenda, die krijg je niet zomaar. Je moet examen gaan afleggen. En deze examen is dus beproeving die je zal meemaken van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom, dat is in principe voor heel veel mensen, dat is slecht nieuws. De beproeving komt eraan. De moeilijke tijden komen eraan. En voor andere mensen is het juist goed nieuws. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt uiteindelijk: wa bashir as-sabirin. Dus beproeving zul je meemaken. En iedereen zal beproeving meemaken, maar degene die zal geduldig zijn, uiteindelijk heeft hij zijn examen goed afgelegd, dan krijgt hij zijn positie. Geen inshallah. Wij zullen het inshallah meemaken. Als wij het meemaken, waarom zeggen wij moeten het meemaken? Omdat wij ernaar streven om beter te worden. En je kan niet beter worden, je kan niet hoger opkomen, behalve als je beproefd wordt. Wij zijn, onze oma is net als een oud kip. Een oude kip, als je het koopt en je ontdekt uiteindelijk dat de slager jou een oude kip heeft verkocht en je zit hem in de pan, hij wordt niet gaar. Een half uur, drie kwartier, één uur wordt niet gaar. Wat moet je doen? Je zit hem in een hoogdrukpan. En die hoogdrukpan, die gaat gelijk het vlees zacht maken. En dat is onze ommah. Wij zijn zo oud, met deze, met die, zijn
zo verdiept en gezonken in onze situatie nu, dat wij een harde kip zijn geworden. En wij moeten klaar gestoomd worden, gewoon letterlijk gestoomd worden, klaar gestoomd worden. En daarom moeten wij zoiets meemaken zodat wij vooruit komen. Want als wij dat niet gaan meemaken, geloof mij, wij zijn zo verwend. Onze lichaam, wij rijden met de auto, wij zitten achter het kantoor. En als wij ergens naartoe willen gaan boodschappen doen, dan is dat altijd de auto of openbaar vervoer. Wij bewegen zo weinig. Hoe vaak pak je de fiets? Hoe vaak denk je aan, ik ga even lopen? Ons lichaam is zo zwak geworden, want dat is ook ons nefs. Wij zijn het gewend. Dat geduld die wij moeten tonen bij grote gebeurtenissen, dat hebben wij niet. En daarom moeten we iets meemaken dat wij klaar zijn voor de volgende stap, voor de volgende fase. De wereld is aan het veranderen. Echt waar, volg het en kijk, de hele wereld gaat veranderen. Niet alleen hier, niet alleen in Amerika, niet alleen in Syrië, de hele wereld gaat veranderen. En er komt een andere fase. En deze fase die heeft mannen nodig. Echte mannen heeft nodig. En die echte mannen worden niet gemaakt door lui te gaan zitten achter de televisie. Waarom wij mooi spreekwoord gezegd? El fitnatu masna'u rijal. De fitna is een fabriek van de echte mannen. De echte mannen worden gemaakt in de fabriek van fitna. Geen andere fabriek. Jij moet fitna meemaken zodat je een man wordt. En wij zeggen ook el fitnatu. Fitna voor de jaren. Raha, rust en lui zijn, dat is de fitna van de echte mannen. Die maakt je nog slapper. Daarom, wij moeten iets meemaken, broers en zusters, wees voorbereid. Waarom? Omdat sunnatullahi fil ard. Dat is sunnatullahi fil ard. Wat betekent sunna? Sunna is een weg die gevolgd wordt. Sunna is een gewoonte die de mensen ook altijd nadoen. En daarom profeet Mohammed alayhi sallam die zegt, men sanna sunnatan hasanatan. Degene die een gewoonte verzint, een goede gewoonte verzint, dat de mensen naar hem dat zullen gaan doen, dan krijgt hij ook de hasanat daarvan. En degene die gewoonte verzint en introduceert in de umma, die slecht is, hij zal boete op de dag des oordeels voor iedereen die deze sunna volgt. Dus sunna is iets die altijd terugkomt. Een gewoonte, een weg die je altijd bewandelt. En dat is sunnatullah in fil ard. Die zijn de regels die Allah heeft vastgesteld op aarde. En de regels zeggen, wij nemen inshallah iets van 4-5 regels, wat relevant is voor ons onderwerp vandaag. Sunna die zegt, deze dunya is niet gemaakt om te rusten. Je bent niet geschapen om te rusten. En daarom als jij denkt van, oh ik heb een probleem dat, ik heb een probleem dat, dat is normaal. Iedereen moet een probleem hebben. Er is niemand die hier zit, en ook niemand op aardbol, die geen probleem heeft. Die geen ibtila meemaakt, die geen fitna meemaakt. Dus deze dunya is niet om te gaan rusten. Kijk naar de profeet Mohammed a.s. en de umma in tijd van profeet Mohammed. Kijk naar de sira van profeet Mohammed in de sahaba. Ze hadden heel veel meegemaakt in Mekka, onderdrukking. Oké, die periode was afgelopen. Profeet Mohammed ging emigreren met heel veel van de sahaba. De meeste van de sahaba gingen emigreren naar Medina. En dan denk je, alhamdulillah. Nu komt rust. Echt niet. Toen hadden we gelijk Badr meegemaakt. Badr, weet je hoe moeilijk Badr voor de Sahaba was? Als je gaat vergelijken, de eerste oorlog of de eerste strijd die Sahaba hebben meegemaakt. En Badr wordt gevolgd door Uhud. En Uhud wordt gevolgd door Al-Ahzab. Al-Ahzab dat Allah subhanahu wa ta'ala vertelt over profeet en Sahaba dat hun hart gekropt was in hun keel. Zo erg was het voor hen. Kun je je voorstellen als je soms geen woord uit je keel kan omdat je onrecht hebt meegemaakt? Want je, sahaba die waren in zo'n status. Rust hebben ze niet gekend. En dan langzamerhand zie je, iedere keer komt rust, maar komt ook een ibtila, komt ook een probleem. Het zit vol met problemen. Je denkt alhamdulillah rabbil alamin, fathu Makkah. Fathu Makkah is bijna de laatste, dus alles is opgelost. Maar dan worden de moslimen geconfronteerd met Ghazwat Hunayn. Met grote aantal. En toen hadden ze, eigenlijk hadden ze bijna verloren van in Hunayn. En hadden ze moeilijke tijden meegemaakt. Constant moet je moeilijke tijden meemaken. En dat betekent dat deze dunya is niet gemaakt om te gaan rusten. Profeet Mohammed was overleden. Rust heerst. Arabische Schiereiland is grotendeels moslim. En dan denk je, alhamdulillah,
Profeet Mohammed heeft rust achtergelaten. Nee, de Sahaba moesten ook beproefd worden. De eerste beproeving, gelijk na de dood van Profeet Mohammed alayhi salam, zijn de afvalligers. Het grotendeel van Schiereiland was afvalliger geworden. En allemaal leger achter leger richting Al-Madina al-Munawwara. Totdat Sahaba hebben gezegd tegen Abu Bakr as-Siddiq: ga maar zitten thuis en wacht op de dood. We hebben geen andere oplossing. Abu Bakr as-Siddiq zegt: nee. Abu Bakr as-Siddiq heeft geleerd van Profeet Mohammed alayhi salam. Hoop moet je nooit opgeven. Ik ga hun bevechten. Al verlies ik mijn hoofd. Al verlies ik mijn ziel. Degene die willen meekomen, ahlan wa sahlan. Willen niet meekomen, ga maar zitten met ons. Kinderen en vrouwen thuis. Zo, de Sahaba die gingen ook, mashallah. En dan waren zij geslaagd. Ze hebben hun certificaat gekregen. Maar dat was ook niet genoeg. Nadat het zo gebeurd is, dan had je eigenlijk de dood van Sayyidina Umar ibn Khattab. Daarna Sayyidina Uthman ibn Affan werd vermoord. Daarna die fitna van Sayyidina Ali en Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu ajma'in. Dan zie je, jij moet het meemaken. Als je hier rust kent, er is geen rust. Dit leven is niet gemaakt om te gaan rusten. De enige rust is wanneer je doodgaat. En wanneer ik doodga en je ziet de engelen van Rahma die naar jou toe komen, en dan kun je gaan rusten. Nu kun je gaan zeggen: alhamdulillah, ik heb het gemaakt. Maar zolang je hier leeft, er is geen rust. Dat is regel van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook sunnatullah subhanahu wa ta'ala is beproeving, is de enige poort naar hoger opgaan. Hoger positie. Wil je hoger positie gaan? Verwacht beproeving. Kan niet via een andere deur. Dat is sunnatullah al-ard. Als ik denk van alhamdulillah, mijn stichting of mijn organisatie doet goed werk, alhamdulillah rabbil alamin, en ik wil internationaal zijn, ik wil alhamdulillah een stap verder, verwacht niet dat het makkelijk zal gaan. Want dat is een positie die je krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala. Een positie die je gaat krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala, krijg je niet zomaar. Je moet bewijzen dat je het verdient. En daarom verwacht dan beproeving. En dan gaan we inshallah naar de volgende regel, een vaste regel, die zegt: als je geen beproeving meemaakt, dat betekent je verdient de volgende positie niet. En daarom een moment, of het nou een individu is, een organisatie, of een moskee, of wat dan ook, je bent bezig op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt lang tijd geen beproeving van alles gaat goed, alles is betaald en ik heb geen problemen, de organisatie draait mashallah makkelijk en goed. Dan moet je kijken in jezelf. Er is iets mis bij jou. Je bent niet iemand die streeft om hoger en hoger op te komen. Dat is vanzelfsprekend. Als jij ziet dat Allah jou beproeft, weet dan dat Allah in jou heeft gezien wat jij verdient. Want Allah subhanahu wa ta'ala, dat is de volgende regel die wij moeten vaststellen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah belast iemand niet met hoger dan hij kan. Allah belast iemand niet met hoger dan hij kan. En onze roemen, subhanallah, zijn zo gemakzuchtig, zijn zo lui. En ze denken van, ja, dat betekent als Allah van mij iets vraagt en ik kan het niet, tussen haakjes, dan doe ik het niet. Mijn werkgever die zegt dat ik niet mag bidden, oké, dan ga ik niet bidden. Nee, dat is niet wat Allah bedoelt hiermee. Allah bedoelt hiermee andersom. Allah subhanahu wa ta'ala zit in jou de mogelijkheid en de kracht om het te kunnen doen, en dan belast Allah jou daarmee. En daarom, als Allah jou met iets belast, als Allah subhanahu wa ta'ala jou met iets beproeft, dat betekent Allah heeft in jou gezien dat je het kan. Je moet niet zeggen, ik kan het niet, depressief, een stress, een antidepressief, ja, inslikken, al die dingen, waarom? Ja, het groeit me boven het hoofd. Ik kan het niet, het is te veel voor mij. Nee, Allah heeft gezien dat je het kan. En omdat jij het kan, heb je het meegemaakt. En daarom moet je altijd volhouden. Want Allah subhanahu wa ta'ala zal mij belonen aan het einde, inshallah, als ik volhoud. En daarom, subhanallah, soms, sommige mensen of sommige organisaties, die denken van, op een gegeven moment gaat het een beetje te veel, en dan vlak voor het einde van zijn tentamen, valt hij. Subhanallah, klein beetje volhouden, klein beetje volhouden. Je bent er bijna,
En dan zeg je, ik kan het niet meer, dan stop je. Allah subhanahu wa ta'ala weet dat je het kan. En hij heeft jou de mogelijkheid gegeven, omdat het gunst van Allah subhanahu wa ta'ala bewijst dat je het kan. Soms, ik geef het voorbeeld altijd over dit iemand die gaat naar Afrika op vakantie of naar een ander land waar veel wilde dieren zijn. En hij heeft zin om te gaan joggen, om te gaan hardlopen. En dan gaat hij hardlopen in de wildernis, mashallah. En dan gaat hij hardlopen tot hij helemaal kapot is. Hij kan geen stap meer nemen. En dan gaat hij rusten. Hij heeft zin om te gaan rusten en springt een leeuw naar hem. Wat gaat hij doen? Ik ben moe. Hij gaat gelijk wegrennen. Van waar komt die energie? Je hebt hem. Je hebt hem. En Allah subhanahu wa ta'ala die energie in jou. Maar jij geeft op. Waarom geef je op? Omdat jij voor jezelf niet weet dat je het kan. Maar Allah weet dat je het kan. En daarom belast Allah jou daarmee. Zodat je daarmee gaat slagen. En dan ben je iemand die echt, mashallah, goed geslagen. En je hebt een mooi certificaat. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala tegen de engelen kan zeggen, zie de schepping dat ik toen heb gemaakt. Jullie wisten niet wat de waarde is van deze schepping. Kijk hoe hij omgaat met beproevingen. Kijk hoeveel hij van mij houdt. Kijk hoe hij op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat lees je toch in die hadith van profeet Mohammed over waqfatu Arafa. Allah yubahi bina al-malaika. Allah zal trots op ons zijn waar de malaika bij zijn. En daarom Allah zal trots op jou zijn als jij slaagt in jouw examen, in jouw test. En uiteindelijk als de test voorbij is, dan denk je zo, alhamdulillah, maar eigenlijk was het wel te doen. Eigenlijk was het wel, waarom geef je op dan? En waarom? Die zijn de regels van Allah subhanahu wa ta'ala op aarde. Hou rekening daarmee. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi ash-shurafa. Laatste regel, inshallah, die wij kunnen zien, of de laatste sunna van sunnah ta'ala op de aard, is dat jij degene bent die overwinning maakt. En jij degene bent die zichzelf laat zakken in deze examen. Jij bent degene die het doet. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, A'udhu Billahi Minash Shayatin. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله verandert de status of de positie van een volk niet voordat zij zichzelf veranderen. Dus jij bent degene, het begint bij jou. Jij bent degene, als ieder individu, ieder organisatie, ieder instelling, ieder moskee, die denkt in zichzelf, ik ben degene die zorgt ervoor dat de islam komt. Of ik ben degene die zorgt dat de islam eigenlijk nog verder gaat. Ik ben als individu, als persoon, jij als Ali, jij als Mohammed, jij als Omar, jij bent ook verantwoordelijk voor deze ummah. Het begint bij jou. Als jij niet in jezelf ziet de verantwoordelijkheid om zich te veranderen en daarna ook de ummah te veranderen, hè, dan ben jij eigenlijk iemand die ook een klein beetje schuld heeft op zijn bladzijde van wat de ummah meemaakt. En daarom, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor wat die ummah meemaakt. Ik zal niemand eruit sluiten. Wij allemaal, zorg je ervoor dat jij werkt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je je ummah dient, dat je Allah subhanahu wa ta'ala dient, dat je da'wah verricht. Dat je al die dwalende broeders die buiten zijn op straat, ik maak inshallah een planning ervoor dat zij naar de moskee komen. Ik maak planning ervoor dat onze moskeeën inshallah actiever en actiever worden. Ik ben degene die inshallah straks een grote organisatie of grote instelling ga runnen. Of alleen een klein beetje helpen of vrijwillig zijn in een van die organisaties of instellingen. Wees bezig met de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Want het ligt aan jou. En jij hebt verantwoordelijkheid. Hoe klein, hoe groot, je hebt het uiteindelijk wel. Dus daarom moet iedereen in onze ummah en zichzelf zien, ik heb ook schuld hierbij. En iedereen die werkt voor Allah subhanahu wa ta'ala en doet zijn werk voor zijn ummah, dan moet hij zeggen, alhamdulillah, ik heb er baat daarbij. Kijk voor jezelf. Ben ik iemand die negatieve uitstraling heeft in onze ummah of juist positief? En dan weet jij wat de positie van jou bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als jij begint op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala en komen de beproevingen, dan moet je blij zijn. Alhamdulillah, dat is bewijs dat ik goed bezig ben.
Maak die beproevingen mee en dan hop naar de volgende inshallah. Certificaat binnengehaald, volgende certificaat. En zo door totdat je bij Allah hele hoge positie heeft. En wat is mooier dan dat je op de dag des oordeels Allah jou met de naam gaat noemen en zegt: kijk, dat is mijn dienaar die voor mij heeft gewerkt in het dunya. En nu beloon ik hem. En nu geef ik hem een hele hoge positie. Dat is mijn dienaar die van mijn beproevingen. In plaats van dat het een bittere realiteit ziet, hij ziet dat ziet de zoetigheid ervan. Dus wees iemand die de zoetigheid van de beproeving ziet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.